Yo mensen, Jarask hier en welkom bij weer een nieuw live compleet hier natuurlijk op Modern Warfare 2. We gaan vandaag proberen dit free-for-all potje te winnen op de map Skid Row. En we zullen natuurlijk vanzelf gaan zien of het gaat lukken, de ja of de nee. Ik hoop natuurlijk op de ja, maar je weet natuurlijk maar nooit. En daar is kill nummer 1. We gaan spelen met de sniper rifle, de intervention sniper rifle. En ik hoop natuurlijk dat het daarmee gaat lukken. Oh my god, dan moet ik alleen wel raak schieten. Dankjewel vriend dat je nog even terugkomt, want daardoor kon ik je namelijk killen. Oh my god, die was nice van die gozer. Oh, dat is een hacker. Dat is een hackertje. Let's go. Je kan het zien aan hoe ze spelen, man. Ik weet niet precies wie hackers zijn en wie niet. Want ik heb dit spel nu al vaak genoeg gespeeld. Om te weten wie hacken of niet. Maar dat maakt niet uit, man. Ik moet ook even wat fangs gaan muten. Want ze schreeuwen er allemaal doorheen. Let's go. Oké, maar we gaan proberen het pokje te winnen met de intervention, man. Ik vind het leuk om het natuurlijk voor jullie te snipen. Als jullie meer sniper gameplays willen zien, laat me dan ook weten door middel van duimpje omhoog. En dan gaan we kijken wat we kunnen gaan doen. Hij pakt ook zijn secondary erbij, dus dan pak ik ook mijn secondary erbij. Zo makkelijk is het. Want ik heb geen zin dat hij mij afknalt met zijn pistooltje. En dat ik dan dood ga. Terwijl ik ook gewoon een pistooltje had kunnen pakken natuurlijk. Maar kom op man, ik heb even de UAV nodig. Als ik de UAV eenmaal heb, dan weten we natuurlijk ongeveer waar die enemies zitten. En dan kunnen we ze dus ook gaan killen. En kom jij nou hier of niet? Ik heb het gevoel dat er iemand achter me zit. Wacht, roep eens die UAV. Ja, er zit er één achter me. Nieuw! Dan maar even op de makkelijke manier, want ik werd gesandwiched, man. Daar kan ik niks tegen doen. Dan komen ze via twee kanten natuurlijk. En dan kan je gewoon. En dan kan je niks tegen doen, man. Want dan kan je ze of nijven, of je kan doodgaan. Zo makkelijk is het eigenlijk. Ik weet ook niet waar jij mee bezig bent, maat. Maar midden in de map gaan liggen is niet echt het allerslimste wat je kan doen in Call of Duty. Maar ja, dat is een level 2 of zo. Die weet nog niet echt waar hij mee bezig is, natuurlijk. Die is allemaal nog aan het uitvinden. En oh, ik probeerde drie keer door het raampje heen te klimmen, maar het lukte me niet, man. Oké, anyway, ik heb een Harrier strike. Dus roep ik natuurlijk even in, want daar kunnen we kills mee pakken. En een Predator missile bewaar ik nog even voor zo meteen, want mijn Harrier zit nu toch in de lucht. Dus dat heb ik nu natuurlijk nog niet nodig. Even die camper killen. Oeh, wow, 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 wow. Ik had hem bijna, man. Ik had hem bijna, jongen. Dat is zo'n vieze headglitch daar, hoor. Daar kan je ook niks tegen doen. De enige manier waarop je die vent kan killen is door middel van, kijk uit, is door middel van naar hem toe te rennen en dan proberen te backreep. En dan moet ik niet door 3000 mensen worden beschoten, jongens. Dat is de enige manier om die gozer te killen. Backreepen. Hij staat daar namelijk. Dat is echt de beste spot in deze hele map. Dan kan je ook dikke triple fiets en alles halen met je sniper. En je kan hem er niet zomaar vanaf knillen. Of ik gebruik mijn Predator. Hey, let's go, wow. Ik heb mijn Predator nog. Oké, let's go. Komt hij aan, campertje. Hoppatee, nu is hij dood. Oké, let's go. Dat is niet zo fijn, man, van die gozer natuurlijk. Maar ik had nog een Predator over, dus ik kon hem even makkelijk killen. Dat is handig dat je dat ding aan hebt staan, Jan. Dankjewel, jongens. Oké, let's go. We moeten doorrennen, man. We moeten kills natuurlijk gaan oppakken. En eigenlijk wil ik niet naar die plek toe lopen, want dan ga ik er namelijk ook staan. En ik zeg net dat er iemand staat te campen. Dus als ik er zelf naartoe ren, is het natuurlijk een beetje raar, hè. Oké, UAV is weer binnen. Mooie spawnplek, maat. Let's go. Ik hoor hem lopen en... Oh, kut. Zit er ook nog één achter me. Is die andere al dood, jongens? Ik vertrouw het voor geen ene zak. Nee, die andere leeft nog. Oh, shit. Dat was die level 5, man. Die vent die niet weet waar hij mee bezig is. Oh, nu gaat hij daar weer. Hey, dankjewel, vriend. Loopt er nog één. Oh. Oh, hitmarker. Serieus. Final stand. Let's go, ouwe. Mooie final stand. Dan gaan we hier heel veel hards kopen. Dan krijg ik namelijk... Dankjewel. Als het goed is weer een nieuwe UAV. En we staan voor op dit moment. Ik heb nog een Predator missen. Dan gaan we weer even die vent killen die weer in dat hoekje van hem staat. Staat hij er weer? Nee, hij staat er niet. Dan killen we deze vent wel. Kijk uit, maat. Bye bye. Sorry, dat moest even. Ik had namelijk nog een Predator. Oké, let's go. Dus er hier eentje op echt de perfecte spawn gespand gewoon. Dankjewel. Dat is echt de meest verneukte spawn die ik ook maar kan verzinnen in deze map. Die vent die spant daar. En meteen staat hij zeg maar in mijn richtpunt. Dus daar kan hij natuurlijk niks aan doen. En oh, ze zijn geracequit. Let's go, wow. We hebben ze laten racequit. We staan voor. We staan 22-4. We moeten nog 8 kills. En wie is er geracequit? Ik heb geen flauw idee. Er is iemand geracequit. Wie? Ik weet het niet. Ik weet zijn naam niet. Maar dat maakt niet uit. We gaan nog steeds dit potje winnen. Sowieso. Nee, maat. Deze keer eventjes niet, ja? Je hebt er genoeg kills op gemaakt op die spot. Oh, nee. Waarom miste ik die? Anders had ik een... Auw! Anders had ik een triple kill gehad, man. Oh, wat een bullshit. Waarom miste ik die? Dankjewel. Ik heb hem nu alsnog. Een beetje te laat natuurlijk, maar ik heb hem alsnog. Hé, hey, mooie Predator plaats, man. Om hem daarin te gaan lopen roepen. Oké, let's go. We moeten nog 4 kills maken. Ik heb nog een Predator staan, maar ik wil even kijken of ik gewoon de sniper kills kan maken. Ze spelen natuurlijk met de snipers. Dus dan moeten we eigenlijk ook gewoon sniper kills proberen op te pakken. Dat is natuurlijk wel zo mooi. Dankjewel, vriend. Komt er één in mijn rug. Oh, shit. Oh, via twee kanten. Ik werd weer gesandwist. Oké, okay, we doen mijn Predator en dan maken we de final kill nog even. Dus even één kill maken met mijn Predator. En dan maken we de final kill met mijn intervention. Dus jij gaat hier weer staan, jongen. Dat mag niet van mij, dus alsjeblieft.
En dan nog één killetje maken met mijn sniperruif. En dan hebben we het potje gewonnen, man. Wie is de vrijwilliger die dood wil? Want die wil ik graag killen. Oh, kut. Ik wou een 360 doen. Fucking hell. Ik wou een 360 doen. Zag wat ideeën, ouwe. Oké, okay, fuck it. Ik ga een 360 doen. Ik ga de perfecte 360 maken. Nieuw. Pew. 360 killcam. Let's go, mensen. Als jullie hebben genoten van dit live compleet, geef dan natuurlijk alsjeblieft een duimpje omhoog. Als jullie meer sniper gameplays willen zien, laat me weten. 360 killcam. Oh, oh, oh. Wat een baas. Ik had een collateral. Ik had de collateral gehaald als ik nog 2 kills moest maken. Fuck. Bedankt voor het kijken, mensen. Vergeet niet te liken. Tot de volgende keer maar weer. Bye bye, mensen.